Gisteren heeft vicepresident Ronnie Brunswijk zijn eerste Raad van Ministers vergadering gehouden. En er zijn enkele belangrijke punten besproken op deze vergadering, waaronder COVID, de financiële situatie en een vraagstuk voor cultuurtuin. Na die vergadering heeft de VP een persconferentie belegd om zaken die besproken zijn op die vergadering voor te leggen aan de pers. We gaan terug naar het moment toen de vicepresident en de minister van Grondbeheer, Diana Pocky, het besluit meedeelde van het vraagstuk van cultuurtuin. Grondkwestie cultuurtuinlaan, met betrekking tot de gronduitgifte van het gebied bekend als cultuurtuin, heeft het onderzoek gewezen dat de uitgifte niet conform artikel 7 EV van het decreet uitgifte domeingrond heeft plaatsgevonden. Onder andere is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd aan de instantie die behoren te adviseren, CQ, deze adviezen ontbreken. Derhalve kleeft aan deze beschikking een ernstig gebrek. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat enkele van de beschikkingen reeds zijn aangeboden ter inschrijven aan het MI, MI-klis. Het is niet uitgesloten dat andere beschikkingen zijn uitgereikt met betrekking tot deze grond en niet voorkomen op de collectieve bereidsverklaring. Deze vermoedelijke uitgiftes zullen nog onderzocht moeten worden. Ik wil de gemeenschap geruststellen dat we het besluit hebben genomen dat we een deel van de beschikkingen die al zijn overgeschreven of ingeschreven bij het MIGLIS, gaan we een deel, nee, dat gedeelte gaan we vervallen, verklaren. En dat gedeelte, dat deel dat er nog niet is ingeschreven, gaan we gewoon moeten intrekken. Maar het onderzoek is nog gaande, dus we kunnen niet een definitief besluit nemen. Ten aanzien van COVID-19 heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, het volgende gezegd. Met betrekking tot de verscherpte maatregelen, ik denk dat we niet verscherpt moeten zeggen. Je hoeft niet te denken aan een dode loop, want dat mag ik al vast zeggen. Ik heb het al gezegd, de focus gaat liggen op bewustwording. We willen de mensen laten in hun vrijheid, maar meer ook gericht op een stukje normalisatie van de economie. Is het niet raadzaam dat we naar een lockdown gaan? Het zal zeker niet verstandig zijn, maar hoe dat zei, het beleid zal ingegeven worden door analyses van de deskundigen en de regering gaat over tot het nemen van de besluiten. Dit zijn enkele punten uit de persconferentie die gisteren na die raadsvergadering zijn besproken met de pers. Vanmorgen hebben wij op bezoek de heer Cedric van Zamson. Hij is DNA-lid. En via Matentaki, we proberen voor met een samenleving met kennis naar de DNA-leden. En voor die Manting, ook kiezen die Cedric van Zamson. Hij maakt deel uit van de fractie van de VAP. Meneer van Zamson, goedemorgen. Goedemorgen. Fijs Ribi. En alvast bedankt voor de gelegenheid mij geboden. Ja, if je Luca een fragment net voor een persconferentie, een belicht toepunten uit een persconferentie, zijn dat je eerste reactie? Nou, ten aanzien voor Atori voor Ledjana Bakasi voor Nukul, ik vind het schrikbarend voor je dat hij bepaalde zijn beschrijft in Bana M. Igelis, omdat hij. Ik volg een minister, ex-minister Noor Salim. Ze geeft aan, hij wist er niets van. Het voorbereidende werk is gedaan door de ambtenaren. Maar
in Serna ook een probleem. En een probleem zou hebben een verantwoord. Smano ik heb verantwoord voor ze dat doen. En bijna na noa smano doen. If a minister teken, dat want dat de ambtenaren zouden doen aan voorbereiding, zorg dat eigenlijk als een door een punt van minister bij moest teken. Dat ik dus maar dat ik de verantwoord doe. Als er deskundigen worden genoemd, die toestemming hebben gegeven hiervoor. Dan vind ik een wakker atraject, voel ik alle des maar dat sap de verantwoord doe, dat als een dis zou doen, no kan. Het is aan nationaal. Nou, een pis voor Serenang, zijn eigenlijk moet het steeds atreven voor slavernij. Om eens maar te zeggen dat een cultuurtuin na een boosiepe kojo mentor na een procent vluchtigo baka die de maas sticht abrand. Het is van historische waarde. In het doosan. Om nog te berekenen dat die dingen al zijn ingeschreven bij Emichelis. En dat is een waigo dat betog. Er zijn mensen die handelingen hebben gepleegd. En dan moeten er consequenties volgen. If de consequenties nog volgen, dus maar die plegen die handelingen. Dat akonder is nog kinky. Ten aanzien van een COVID-19 situatie met de Briti dat ik wang ter zake deskundigen, maar uit een medische wereld, ik tak nu. Omdat, u moest begrijpen, like, van de minister geeft aan, als hij een boos worden. Je van mij je tak jammer weer aan mondkap. Aan mondkap die zin was aan Sami promoot sinds maart, april. Toen was het maar die nog begrepen bij John Pobari. Als hem COVID team doet bij toen der tijd, ben ik tak, het is niet nodig. Waarvan die is nou juist te aanpakken, omdat dat is nou een luchtweginfectie. Sarnama moest begrijpen. Nou als mijn oma bescherm je tegen COVID. Mijn oma beschermde je ook toen niet. Nou aan de regering nou oma bescherm je. Je heb je bescherm je, Serefi. En daarom had je van nodig voor, te alle tijden, zolang je de kloos naar asma, bescherm je, Serefi, tap je nog zo naar je mofo, naar een behoorlijk mondkapsa, en met dat virus nog kom. Maar tegelijkertijd, we hebben gewoon een normalisatie. Omdat ik kan voorzichtig. Maar ik heb money van nodig in Libi. De man dat ik niet gezond. Maar voor niet gezond, ik heb money. En voor op money in Morocco. Dus daarom heb ik begrepen tussen de minister leg uit dat we gaan naar een normalisatie, maar met een achtneming voor alle de veiligheidsregels. Is dat toch? Hoe voorkomen we dat we samieren naar de man die tabak goede weg? Ja, maar vanmorgen hebben wij u uitgenodigd om te praten over het verkeer. Want een tak om mijn interview aan toe en tijdens de taki zo'n betaki heeft u aangegeven dat een van de punten voor je maakt jezelf sterk in ADNA na voor zorgen dat het verkeer voor Suriname komt beter. Toch? De verkeersveiligheid in Suriname is een nationaal vraagstuk. Yeah. En om mijn orga de man actie aandacht ba voor een pistoordisie. Vooral terwijl verkeersveiligheid maand augustus dan korps verkeervrijwilligers en maak inschrijf sterk voor Asandisi. We gaan terug naar een fragment van de voorzitter van het korps verkeervrijwilligers. Dat is de heer Geesius. Ondanks de politiebekeuringen uitdeelt, storen weggebruikers zich niet aan de toegestaande maximale snelheid op de weg, rijden ze in een bezonken toestand en brengen zij het leven van zichzelf en die van anderen in gevaar. Zo erg zelfs dat er doden zijn te betreuren of mensen het slachtoffer zijn met een blijvend lichamelijk letsel. De vijf meest voorkomende oorzaken bij aanrijdingen, dat wel verkeersongevallen, betreffen nog altijd onoplettendheid, geen vooraan verlenen, rijden onder invloed van alcohol, dat wel een ander bedwelmend middel, rijden op zodanige wijze en overschrijden van de maximum snelheid. Suriname behoort nog niet tot de verkeersveilige landen in de wereld. Dat vertelt het laatste Global Status Report 2015 van de Wereldgezondheidsorganisatie ons en ook het aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers dat tot op heden nog niet met 50% is verminderd. In Suriname zijn er volgens de cijfers van de spoedeisende hulp gemiddeld 15 verkeersdoden per 100.000 inwoners in de leeftijd tussen de 15 en de 34 jaar. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn, als ik de geluiden hoor, dat er veel meer moet gebeuren. Veel meer op het gebied van educatie en voorlichting vanuit waar dat maar wezen kan, vanuit de scholen, vanuit buurtorganisaties, vanuit overheidsinstanties. En uiteraard, wat je de mensen ook hoort zeggen is,
een scherpere handhaving, een strengere handhaving, een striktere handhaving. Dat bedoelen we niet per se hoge boetes, maar aanwezigheid van met name de politie kan het ook goed doen. Maar ook als wij meerijden in een voertuig, wat doen we met de autobestuurder als wij zien dat hij zich niet aan de regels houdt, rijdt door rood. Ja, als hij de snelheidslimieten overschrijdt, wat doen we met die bestuurder? Zeggen we er iets van of laten we het daarbij? Dus ik bedoel, ook die bredere handhaving, die moet ook gaan gebeuren. Ja, ik vergat ook om de korpschef aan te kondigen. Vanuit het vorige zittingsjaar van de DNA hebben DNA-leden ook gezegd dat die rijwet aangepast moet worden. Meneer Van Samson, bent u die mening ook toegedaan dat die rijwet aangepast moet worden? Nou, wetten vormen een samenleving. Wetten zorgen ervoor dat sang kan de kan go fout, aki kan charing koin garil. Maar je hebt de letter en geest. A geest na sabbat na abedoeling, sa iwan bereik na nga awet. Nou, tot nu toe, jeres ma et tak vaak emotioneel, ja, wat zal moest gebeuren? Oké, zo'n uitspatting, maar wat wil je formeel bereiken? Ga kijken hoe het komt. Hoe is het mogelijk dat zulke dingen gebeuren? Mensen rijden in beschonken toestand. Maar ga je sabasan? Je rijdt zo, want toen man naftapa uku etchele, de abatara de tapawagi. Tede mag badringen samen doen. Allemaal regelen also in beschonken toestand. Dan gaan we wachten totdat die man een paal amper heeft gereden, die geen voorrang aan hem heeft verleend. Nee, laten we dat anders aanpakken. Het moment dat je ziet van dat de mensen alcohol nuttigen op een plaats waar ze met de auto zullen moeten vertrekken, is het meer dan logisch dat die persoon, nadat hij heeft gedronken, weg gaat rijden, toch? Oké, okay. Dan moeten we die wetgeving niet alleen veranderen op het stukje van in het verkeer, maar het alcoholgebruik. Gebruik je alcohol op een plaats waar je vandaan gaat moeten rijden en jij bent de enige in je auto, dan moet die wetgeving al zodanig veranderen dat de politie jou al op dat moment de deelname tot het verkeer kan moet kunnen ontzeggen. Op het feit dat je al zit te drinken en je alleen daar bent. Je hebt geen designated driver om met je weg te rijden. Hoe heet al dat naar jouw regio? En hoe zit dat naartoe wat er bij de Oesaka al toe? Dat want dat idee lemte. Dan kan ik ook lemte in het verkeer. Maar men kijkt naar wetgeving op boetes van bestaande regels. Nee, we moeten misschien gaan naar nieuwe regels. Waarom? Omdat de geest ervan, wat wil je ermee bereiken? Een letter is ook op de Sansa Oesap nou. Maar we moeten nu een beetje anders gaan denken. Dus qua wetgeving, mijn voorstander voor Rocco preventief. Voorkom. Want als je strafman taman droom. Yo, we hebben gaan 6.000 of 7.000, dan kan daar maar naartoe smakierig ba. Dat is het laat. Laten we die wetgeving brengen naar preventief. Ervoor zorgen dat het momentje ergens gaat waar, net zoals we met de designated driver, Juno mag dringen, want je oreja wagi. Laten we harder daarop gaan werken. Dat we bereiken het doel dat die. A geest na, het moet niet meer voorkomen. A letter na, sa upot ine. Ja, maar wat is jouw visie van een veilige verkeerssituatie in Suriname? Punt 1, het begint met die intensiteit. Lek van mangai bij Takatori eerder, er zijn te veel mensen op een bepaalde tijd op straat. Dat is jara fuga met isha mij bint op het trottoir. Wat dan man die gaan mouw haal in. En lek sa, meneer Geesjes geef aan toe, de collectieve verantwoordelijkheid van Fawaka, van amangai rea bus te mis doina bus. Just doina bus en amangai reet op haar fietsenpad. Maar in span wat ilati, toch? Dus alle dit soort santi. Mijn visie is, laten we die intensiteit aanpakken. Daarom heb ik een voorstel en het moet meegenomen worden door verschillende organisaties. Dat ook een stukje atori. Hoe kunnen we een spreiding brengen tussen de werkuren en de schooluren? We kunnen ook naar de COVID-19 situatie scoren dat dus een verkeerde zo anders. Maar het moment dat we tot normalisatie, dat we ook eens afvielen bakken op een bepaald ding. En dan mag we halen in bakken. Daarom heb ik een voorstel. Laten we kijken als we een spreiding kunnen brengen tussen school en werktijden. Laten we ook ervoor zorgen dat een wetgeving pas aan voor een verleen af voorrang naar een voetganger. Die mingo naar Aruba, mijn merk was aan, zolang ik naar Sea Berm, alle toezijde wagi is stop. Gelijk, men stopt direct. Terwijl ja, even Abra Idoro minder zie wat passie. Wagi rijdt, dus opzijde kan je niet voorzalide. Dat moeten we ook gaan aanpassen. En mijn visie is dat verkeer zo dusdanig ordenen. En dat we op incidenten gaan willen reageren, maar dat we met een tijdlijn werken van dis ipsa en we ook daar een wet disi voor bereik een punt disi. En het kan. Want die laatste wet ben kon voor veiligheid, dat we weer een seatbelt, kan de Yusref nog bij brief taxeren naar mijn boer seatbelt. Maar die oude wet kon aan gewoon boete, nu allemaal weer seatbelt. Wat er ook ontbreekt,
is die naleving, toezicht op die wet. En kan de een belast school toe naar dat. Want de politie heeft al druk genoeg. We hebben een overschot aan ambtenaren. Geef hem een training. Geef hem een camera. Geef hem een telefoon. Met hem een leg aboutou vast. En, dat je alsjeblieft bezig met hem een rapporteur aboutou. Kies wat zijn uit een rapportage dat. Als je een beeldmateriaal hebt, een bus en rijdt op het trottoir, een filming, een verkeershandhaving team is een voorsteller, dan kies je 15% voor Abutu. Dat je om je IU op in een verkeer zou je letten dat je gedrag voor Asarnaman. Ja, ik ben het ook dat infra moest worden aangepast. Fijne is een model dat? Ik een model dat ik vaak in de trakonde in de regio van de man doe. Toen jaren terug in Aruba, de man kon passen en ik dwars door haar konden. Voor los den toetrapassen. Wij hebben jammer genoeg in Suriname dat nog niet kunnen doen. Omdat die de plannen bij de wel, de vorige regering bij de plannen, bij de mooie plannen, voor haar ringweg lange, dwars door Kouwe, voor Gummels, Gomit, Tapemoen en Abakasi, dat naar voor ontlast qua tapassie. Omdat je kan vetten op deze matak, deze manier, maar if you know orden akonder, if you know set a network behoorlijk, you ook creëren intensiteit. En dan intensiteit dat je ook is afvoega, dat je ook is tak amouwa reet op haar beren voor dorp en amamus dorp. Dus dat is een apis sami ik bedoel over. Zet daar een fractie in zo'n robo. Pe om mek passie, vak e in plaats van om mek one highway, dat pe gidia voor long, hoe mek one passie pe wagika reet, zodat ook al lusa verkeer. Dus u zegt de verhoging van de straffen is geen optie? Nee, het is wel een optie, maar je moet het in een kamp beginnen straffen, maar zonder of je creëert een trafassie. Als je een kwam een boete op wild plassen, begin pot den toilet. Dat heeft toch een mango plasje dat je kan naar Abuto. Dus met dat je een verandering in het verkeer voor zorg dat je doet sani voor met een intensiteit dat je deze niet naar de stress voor moet. Je scheiding. Doe alle de trassen voor dan je hebt Abuto. En dat je met Abuto zodanig dat ook toe als massa een rapporteur asani op een deel uiting. Dan ga je meer ogen hebben die letten op het verkeer. Want nu ga je de politie echt mee belasten. De MSD is al overbelast met dit systeem per verkeer vast regelmatig, omdat de passie nodig. Maar te idu alle de sanda, de laatste sanda je doet, na hebabuta zo dusdanig dat het bijna amamus vrede voor one doing. Maar ik ben geen voorstander van nu direct die boete verhogen, zonder dat je alternatieve modellen creëert. Begin te kijken naar hoe je richt het in. Begin praten intensiteit. Zorg dat je in een mektum si voor wat je de nastrati. Dat je gewoon een apisu peluku, peu kan met passie voor vrije verkeer. Oké, nu money nodig, dus om hoor rekenen naar dat. Dus dat we beginnen ook aan de sansa, u kan doen zonder money. Maar de laatste sansa is je lek idu, na opa boete. En die opa boete, in om de eventjes noemen, in op controle en tapu. En if a controle mechanisme, schwak je dat we op weinig politieagenten, dat we doen a omscholing voor ambtenaren. Ga maar een verkeerstraining, ga maar een camera, mijn camera leg de boete vast. En dat kan je boete, ja. Ja, sommige deskundigen hebben ook aangegeven dat dit probleem bij de bron aangepakt moet worden, met name het rijexamen. Wat is uw mening hierover? Nou, rijexamen is een moment opname. Je weet dat die user heeft gewoon naar 10 voor 2 bij horen stuur. Die slaagt naar 12 uur. Ja toch? Dus het is iets dat je kan de mensen vormen op dat moment. En ze gaan hun best doen om zich op dat moment aan de regels te houden. Maar het is niet dat ze daarna zich nog aan die regels houden. Dus je moet dan ervoor zorgen dat na traject en daarbij een controle van hoe daarom ik met Taki het omscholen, ombouwen van ambtenaren naar verkeershandhavers, dat gaat helpen. Want dan hebben we die mensen om te horen controle. Want zij de array-examen als mij horen stuurt 10 voor 2. Omdat de scooters doen naar wat gedaan. Maar bakker dat dan. Na 12 uur, 1 vinger, is dat toch. Dus dat moeten we wel voorkomen. Je kan bij die array-examen veel dingen doen, maar het blijft een momentopname. Dat rijexamen. Bij het rijexamen kan je dat doen, maar het gaat niet veel veranderen hoe de persoon zich daarna gedraagt. Wil je het correct gedrag van de persoon behouden, dan moet je ervoor zorgen dat die controlehandhaving er is. Ja. De toordici over een visie zijn abifu, tja, verandering in een verkeerssituatie, is dan deels naar justitie en deels naar OE. En een partij zijn je vertegenwoordigd, het ministerie voor OE, de andere partij dat die van jou naar een minister ook samen voor jaar vooral een verandering kunnen in een infra. Oké, dan Sernaman moest verstaan boven van zijn euro. Mijn volksvertegenwoordiger is dan voor controleer het beleid. Ja. Maar aan het is je naar TV wang dat u dat euro. No. Like, volksvertegenwoordiger, je hebt in verschillende vaste commissies. En in een vaste commissie dan, je hebt ook voor de samenhang de beleidsmaker bezig voor
if wet omeki dat u raadpleegde een deskundige tak nanga des ma lukusana san yere alle de stakeholders fos awet kameki mi ro collect de analet naf go lukule ab beleid sa ofur uit de gerecht fuko do des soort sandati dat je participeer in een commissie ik de analet je participeer in 3 commissie toch je participeer actief maar ik kan de toehoorder in alle den commissie dus lekva minode vaste lid in een commissie justitie. Ik ben ook een vaste lid in de commissie van OW. Maar ik kan als toehoorder wel gaan luisteren van hoe en hoeverre kunnen we dit. Ik kan voorstellen doen van dit, na dit, heb ik voorgesteld. En daarom heb ik het heel belangrijk voor het draagvlak. Daarom in een verkiezing met tegen Desma toe. Die kandidaat het draagvlak met Desma Sabi, dat te je takkie in het tak namens Tusma Drisma. Maar dat werkelijk boven maar wat een verandering dat is. Dan wil je bij jouw democratie. Dus dat je maar even begrijpt dat nou, als het draagvlak degi zo was aan die koetsaring. Maar nu moet ik gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is voor de verandering die zie. En ik ga veel moeten gaan communiceren met de actoren. Toch? Want je hebt tak naar Desma Sita juridische, je hebt tak naar een OWSA ego over de bouw voor de passie, naar de wegmeubilair die nodig. En aan de hand van de beschikbare middelen, want dat hotel. Ik heb het niet zo. Maar ik doe het anonymous de. En dan, als ammonie niet dan ga je moeten passen en meten. En natuurlijk, ik DNA het moeilijk en hoeverre, ik kan doen de sanfuchara verandering.